Mijn naam is Melissa en ik ben samen met mijn ouders geëmigreerd naar Curaçao. Wil jij nou weten hoe dat allemaal ging? Check dan even onze vorige video's in mijn account. En wil je nou niks missen van ons avontuur? Druk dan even op de abonneerknop en op het belletje. En vergeet natuurlijk niet te liken of een comment te plaatsen. En welkom bij onze nieuwe week. Vlog. Week. Nou, we zitten weer lekker aan het ontbijt. We hebben weer die granola gemaakt. Deze keer met pure chocola. Bokken er doorheen. Echt lekker. Vers fruit. Zij gaat vandaag de ramen zemen. Aan de binnenkant. Aan de binnenkant. Dat is ook wel hard nodig, want het is echt zo stoffig. Ja. En ik ga even naar Blue Bay met Joke. Ja. Ja, dat. Toevallig. En misschien neem ik nog een duik. Oeh. We wait. We wait? We wait. We wait. We zullen het zien. We will see. Not we wait. Dus we wachten. Die wait. Aan het kijken wat we op de pizza willen. Ik heb er eentje uitgekozen, een pizza bianco met truffel. En wat heb ik nog meer? Champignons, schimmelkaas, rode ui. En we hebben er nog één bedacht. Ik weet het al niet. Dus we gaan straks even een boodschap doen. Dat gebeuren. En ben helemaal aan het wegmaaien. Oh, en ik begin me een beetje grieperig te voelen. Beetje keelpijn. We gaan naar de Mangusha. Ja, maar op ons gemakje. Ik wil eens even al die paden doorlopen. Ja. Want iedere keer doen we het te gehaast. Het is echt dat is echt de grootste supermarkt, volgens mij, wat ik weet, van het eiland. Ja. Dus we gaan daar even op ons gemakje doorheen. Want ik denk, volgens mij zijn we uren bezig. Ja, maar er zijn zoveel producten, dus... Nou, we gaan het zien. Meenemen. Oké, nou, we zijn in de Mangusha. Het is lekker druk. De parkeerplaats is helemaal vol. En het is, ja, dit is echt een van de grootste winkels. Wat is dit? Wat is dit? Wat wil je het zoeken? Dat weet ik ook niet. Schoonmaak. Oh, hier heb je ook gewoon hier famen. Kijken welke wc-blokjes ik ga kopen. Mijn bikini is aan, even een broekje ook. Ik ga mijn auto even schoonmaken. Ik heb allemaal spulletjes gekocht. En dan ga ik het even zelf doen. Want elke keer nou door die wasstraat gaan is erg duur. En hier moet je echt heel vaak je auto wassen, stofzuigen, weet ik het wat. Dus ik dacht ik ga het zelf doen. Let the car wash. Liz, wat ben je aan het doen? Mijn auto aan het wassen. Zo. Ik denk dat ik hier eens een leuk liedje onder ga zetten. Night.
Scotia. Come some of the work gets kind of hard. Zo Melissa, hoe is het bevallen? Nou, de auto is schoon. En ik jij ook. Alles voor de kijkcijfers, toch? We gaan. Wil je heel even? Ik moet heel even voor de vlog. We gaan pizza's maken vandaag. En ik heb hier al een prutje gemaakt. En dat is. Nee, hou zeg. Pizza Bianco ga ik maken. En dit is dan met mascarpone, met truffel, champignons. Nou, is weer eens wat anders dan pizza met ananas en ui. Iedereen kent dat, want dat is van vroeger van de vakantie. Ja, maar dat weet Andy wel. En gefrituurde kikkerbitjes. Dat was van vroeger van de camping. Werd altijd omgeroepen, vandaag op het menu. Pizza met ananas en uien. En gefrituurde kikkerbitjes. Zo, Lisje's Kitchen, wat zijn we aan het doen? Nou, we zijn heerlijk pizza's aan het maken. Kijk, een lekker pizza deeg. Oh, lekker. Lekker uitgerold, gewoon lekker zelf beleggen. Nou, zie, ik ruik hier heerlijk wat champignons, ik ruik truffel, ik ruik van alles. Ik weet niet wat Melis. Wat heb je gedaan, Melis? Truffel met mascarpone, champignons, een uitje en dan gaat ze nog meer truffel. Lekker. Lekker gif aan het mengen. En dat gaat dus in de oven. Die is ook even met zijn voetjes lekker in het water geweest. Maar nu gaan we even een stuk wandelen. Zit weer even aan de riem. Maar zo lekker. Echt, St. Joris Bay is echt een topper. Kom maar los. Goed, zo hè. We
hebben met z'n drie in Nederland de aanvraag gedaan om ingezeten te worden van Curaçao. Deze twee die zijn vandaag toegelaten, geaccepteerd. Ik nog niet. Ik heb nog niks gehoord. Hoe dan? Hebben we precies dezelfde tijd hebben we dat gedaan? Weet het niet. En we zijn vandaag even naar een huisarts geweest. Om te kijken of we daar als patiënt kunnen inschrijven. Nou, daar gaan we waarschijnlijk heen. Ja. En de honden uitgelaten vandaag. Oh ja, de honden uitgelaten natuurlijk bij de St. Joris Bay. Ja. Yeah. Lekker chill. En mij toe! Ja, waarom was het er? Nee! Wat voelde? Hoe voelde je? Ik hou die meteen! Wat voelde je? Wat voelde je? Het kind in je? Het kind, ja. Oké, dat gevoel moet je vasthouden. Ja, wij zijn dadelijk, we hebben stempels. En wij kunnen alvast een vakantie voor de cellula. Dat is mama. Echt, altijd spelbreken. Nou, wij kunnen alvast naar de krant zien voor de cellula. Dat gaan we aanstaande maandag doen. En we hopen dat Melissa, die nu de camera natuurlijk vast heeft, er zat een klein misverstandje met een dubbele aanvraag. Dubbele aanvraag, goed dan. Dus die wordt met spoed niet weggepakt. Ja, ik ben tweeling. En dat hij dan ook gauw binnenkomt, dat ze eventueel nog mee kan. En anders hoor het een weekje later. En anders moeten ze terug naar Nederland. En anders sturen we er gewoon in de koffer terug. Ja. Sessa. We gaan slecht doen. Echt slecht. Voor het eerst. Oh. We hebben er echt al sinds we hier zijn, zien we elke keer die billboard. En we hebben er zo'n trek in. En we gaan het nu halen. We gaan het gewoon doen. De KFC Hot Wings. Yes. We gaan een bucket halen. En friet. Ja, friet en hot wings, dat je. Wat er ook nog aan? Tuurlijk. Dan gaat maar nemen niet één bucket, dan nemen we dan twee bucket. Zo. Een beetje avondje ongezond, junkfood. Lekker! Echt KFC. It's finger licking good! We gaan weer koken. We hebben heel het huis schoongemaakt. Stof gezogen. De ramen zijn nu van binnen en van buiten gedaan. En we gaan nu... Zand gezogen. En nu gaan we kofte maken. Nee, kofta. Kofta. Even mijn recept. Wat is het verschil? Kofta is met saus. Kofte. Kufte. Oh, nou ja, we gaan het even uitzoeken. Het wordt lekker. Het wordt lekker.